We gaan vandaag een singeltje draaien wat ons alweer is toegestuurd. Ja. En dat is van een legend, hè? Dat is een legend. Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. Ik ken het origineel daar niet van. Ik ken alleen die versie van... ik ken die van Nick Cave. Ja. En ik ken die van Creedence Clearwater Revival. Die ken ik het best, denk ik. Oh, dit is grappig. Op het label staat oktober 1956. Ah, oktober ook. Ja, dat is mooi. Op zijn Engels geschreven. Nou, ik leg hem erop. Hij is schoon. Ja, dat is, maar dit, volgens mij ken ik deze versie wel. Zit ook wel in films, volgens mij. Ja. De singeltjes die zij of hij opstuurt, die kraken geen van allen. Dat is niet een ongedraaide singeltje. Valt dus niet, maar we hebben ook de naald gemaakt, hè? Dat scheelt ook, denk ik. Die stond gewoon hartstikke scheef. Je ziet ook op het intro hoe scheef die naald staat. Die gaat er bijna met de zijkant gaat hij erin. Dat is een klok dit. Hij is wel een beetje aan het schreeuwen, hè? Die Jay Hawkins. Ja. Zou hij dat als kind al hebben gedaan? Of zou de manager van de platenlabel dat bedacht hebben? Ik vind het lastig. En dit is echt muziek gemaakt voor deze platenspeler ook, hè? Ik vind het verschrikkelijk prachtig dit. Ik ken deze versie niet, volgens mij, hoor. Nee? Ja, volgens mij, ik had een vriend die heel veel blues en muziek van kleur kocht. En die had gewoon ook heel veel Screaming Jay Hawkins LP's. Ja. Daar stond het gewoon tussen. Ja, dat snap ik. Als ik hem was, zou ik het ook gewoon op zo'n LP hebben gezet ook. Niet alleen op dit singeltje. Eén singeltje. Ja, precies. Waarom wil je iemand vervloeken eigenlijk? Zijn we al zover? Nou, een spel hoeft niet een vervloeking te zijn. Nee? Een vloek, nee? Je kunt iemand onder je... ga ik zo wel even opzoeken. Ja. Eens even omdraaien. Ik ben wel benieuwd naar nummer 2. Ik ook. Dat is... nummer heet Little Demon. Little Demon. La 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 la. Little Demon. Hij is geboren in 1929. Overleden in 2000. Best wel oud geworden. Voor een schreeuwende man van kleur. Ik dacht niet dat je het zo lang zou schoppen in Amerika. 71. Ja, dat hij niet vermoord is door de politie. Ja. Wie doet dat toch met schreeuwende mensen van kleur? Of misschien toch niet. Hoe heet dit ook weer? Dat heet... Rebelling, jabbeling. Dat is een rabbelkoblok. Sketten. Sketting, ja. Sketting. Hij staat bekend om macabere optredens, waarbij hij rook, buur, bommen en vuur en doodskisten gebruikte. Hij geldt eigenlijk als een shockrocker avant la lettre. Oké. Wat een baasje. Ja. Nou, goede foto. Ja. Nee, hij werd bij geboorte niet Screaming genoemd, maar Jealousy. Jealousy, hè? Niet Jealousy. Jealousy. Jealousy, ja, ja, Hawkins. Ja, ja. Vandaar Jay. Ja.
En hij was in 1949 kampioen van Alaska in het middengewicht. In Alaska, hoe kom je daar terecht als blueszanger? Oh wacht, hij deed dienst in het leger en daar was hij ook entertainer. Is hij waarschijnlijk een keer gebleven in Alaska. Ja. Lekker in zijn vitamine D gezeten hebben daar. Ja. Hij heeft had één grote hit en die hebben we net op kant A gehoord. Ja. Een grote hit is ook al genoeg toch? Ja. Daarna nog enkele andere hits, maar niet zo groot als... Kleinere hits eigenlijk. Ja, kleinere hits. Maar op een gegeven moment af. Hij had een rolletje in Mystery Train van Jim Jarmusch. Dat is een film. Die maakt wel goede films. Jim Jarmusch is van Lost in Translation en Coffee and Cigarettes. Wel Coffee and Cigarettes, maar Lost in Translation weet ik niet zeker. Lost in Paradise. Lost in Translation is nou, met kijkers, Bill Murray. Als u het weet, schrijf het in de comments. Ja. Oh, en vergeet niet te abonneren. En leuk, allemaal verzoekjes. Ja. Ja. Dat zei je me zo. Dat is half. Zeker. Doei. Doei.